BeLive, life is better on a rollercoaster. You dream of BeLive en welkom terug bij je nieuwe Rollercoaster Tycoon Classic video. Ik heb bijna Rollercoaster Tycoon 3 zeggen, maar wat. En we zijn terug in een nieuw level, namelijk Funtopia. Dit park beslaat terrein aan beide zijden van de snelweg. En beschikken reeds over eng functionerende attracties, jouw doel. Of tenminste 1400 bezoekers in je park te hebben aan het eind van oktober jaar 3 met de beoordeling van het park met 600. Dus 1400 bezoekers tegen jaar eind oktober jaar 3. Dus dat is onze oppervlakte, dat is niet al te groot. We hebben al een grote achtbaan staan. We hebben eigenlijk al medewerkers. Tribune. Kunnen we die plaatsen? Hier hebben we al één. We hebben al twee achtbanen en een draaimolen. En een reuze, dat wil ik zeggen. Misschien ook hier een observatietoren kunnen plaatsen. Dat we hem misschien ongeveer hier zetten. Oké, en het regent, dat onze parapluutjes weer goed gaan opslaan. Nu nog ietsje langer wachtrij. Misschien dat we een beetje wat zigzag maken. Zo, eens verder kijken. Nee, dus dit stukje hebben we al iets bijgebouwd. Misschien dat we hier ook nog iets kunnen bijbouwen hier. Eens kijken. Ah, we hebben hier zo een waterattractie. Dat is ook altijd een populaire waterattractie. Diamond duwen. Misschien dat we deze gaan plaatsen. We gaan deze dan hier plaatsen. Zo, dat zou een ideaal plekje zijn. Yes. Muziekje afspelen voor wat aantrekkingskracht te hebben. Dan bouwen we hier een padje naar beneden op. Zo, nu zijn we even terug. De bezoekers klagen van toestanden van de paden in het park. De voorheen bezoekers te verliezen. Gaan we daar een keer iets aan doen, hè. Zo. Ah, maar ik zie het probleem nu ook al. Het probleem al, nergens zijn er nog bankjes. En praktisch is ook wel om bij achtbanen bankjes te plaatsen. Dus waar die mensen dan misselijk uitkomen. Zo, ik denk dat het probleem dat snel opgelost zal zijn. Nu gaan we even kijken voor een toiletje te gaan bouwen. Misschien hier nog een toiletje. Oké, we hebben geen geld genoeg. Zij zoals je ziet moeten we nog 1000 betalen. Ondertussen hebben we ook een nieuwe attractie bij. Ik denk dat het een Rapid River is dat we gekregen hebben. Zo, even zeggen dat we heel dit terrein voor hem gaan doen. Oh my god, kijk hier. Dat is hier die vistoestanden hier. Die is hier aan het lopen. Je mag hier een beetje de paden op gaan kruisen. Je is hier ook aan het lopen. En mag zijn collega gaan helpen. En nu zijn onze paden wel nu lichtjes aan wat properder gaan worden. Allee, hoop ik toch. Over heel de brug twee bankjes, want ik heb meer prullenbakken en bankjes plaatsen op die brug. Dus we gaan eens kijken voor een nieuwe attractie ook. Onze lening is toch al afbetaald, dus hier onze Rapids River. Deze zou ik graag willen plaatsen, de King Rapids. En ik denk dat deze wel een ideale locatie is hier. Dus ik denk dat we wel eerst ook alle bommen gaan moeten wegdoen. Dan hebben we aan elke kant van de straat, of van de snelweg, hebben dan ook een waterattractie staan. En dan hebben ze ook een reden om een keer aan beide kanten te gaan voor een waterattractie. Je moet wel goed kijken voor de ingang en de uithang te gaan plaatsen. Yes, dat zou, dit plekje zou ideaal zijn zo. Dus wat gaan we doen? Nog weer terug wat geld gaan lenen. Zo. Dan kunnen we weer een heleboel attracties gaan bouwen. Kijk. En klikken naar. Dat we ook hier en daar nog wat tentjes plaatsen. Zo, hier kunnen we zo een beeld plaatsen. Met daarom zo hier en daar wat figuurtjes misschien. Zo, kartbaan. Dat is ook al iets dat altijd populair is in het spel. Dus als je deze game koopt of gaat spelen, heb je zo'n kartbaan bij attracties. Dus ja, bouw hem gewoon, want over het algemeen loopt zo'n karban ook altijd heel goed. Ik wil wel redelijk wat afverdienen ook. Wel, eens kijken hoe de ingang en de uithang gaan plaatsen. Ik zou hem hier in de hoek willen plaatsen. Even een mini-golf ook. Een circus. Sommige mensen plaatsen ook een circus in een park, maar een circus dat loopt niet altijd even goed. In het begin loopt het circus wel goed, maar achter een eindje verdient er eigenlijk niks meer aan een circus. Dat zijn bijvoorbeeld dingen zoals een karban. Dingen zoals de kartbaan enzovoort, die gaan wel goed.
En het zijn attracties die je zeker moet bouwen als je dit spel speelt. Ik heb namelijk een tip voor jullie. Als je de go-kartbaan gaat bouwen, en je ziet bijvoorbeeld zo'n race staan, dus over het algemeen gaat die wel standaard. Dus bijvoorbeeld klik gewoon op de go-kart, klik op de fin. Dus als je naar de go-kart gaat, klik dan hier op de tandwieltjes. Over het algemeen had hij 3 rondes staan. Als het zo druk is, zet hij gewoon op 1 ronde. Zodat de capaciteit al groter is voor de attractie. Zo moeten mensen dan minder lang aanschuiven. Ondertussen heb ik ook een nieuw eetkraampje gekregen, namelijk het suikerspinkraampje. Deze gaan we hier plaatsen ook. Zo. Nog eentje aan de andere kant ook gaan plaatsen. Zo, freefall. Waar zouden we deze zetten? Hier. Hier hebben we al een beetje volgebouwd. We gaan een plekje uitzoeken. Misschien hebben we gewoon hier plaatsen. Oké, we hebben nog genoeg geld. Dan even weer terug wat geld gaan lenen. Zo. Hier onze freefall tower. Zet hem hier in het hoekje. 2,50 euro. En dan bouwen we daar een pad op. Zo, dus zijn we al in mei, jaar 3. En zoals je ziet, als park is reuze rendabel geworden. Eens kijken, wat we hier nog kunnen plaatsen. Want al zijn ze weer een heleboel reclame maken voor ons park nu. Welke attractie gaan we nemen? Deze. Gratis eten of drinken gaan we een ijsje nemen. Reclame voor het park, hebben we toch geld genoeg. Zoek een klant over visie toestanden. Diamond drop. Zo. Waar zijn de visie toestanden? Aannemen. Dan dat dit hier allemaal zijn gedeelte wordt. En dan zo heb je dan veel minder. Wat we hier al hebben is een splash mine. Maar helaas pindakaas hebben we daar geen plaats meer voor in ons park. Niet aan de ene kant of aan de andere kant ook niet. Klaar blijken we hem hier bouwen, maar het is wel raar dat hij recht over de dinges, recht over de wachtrij staat. En als op elkaar proppen is ook niet echt goed. Dus nee, we gaan eens kijken voor iets anders. Double drop. Kijk, dit pad moet ik hier weg doen. We gaan even dit pad eens een keer weg doen. Sorry jongens. Oké, dat zou iets zeker kan. Kram, zo. Plaatsen we hem hier. Doen we hem terug open. Dan doen we dit pad weer eventjes weg. We gaan die hoekjes naar buiten doen. 4 wagentjes, 2,50 euro houden voor vragen. Zo, doen we hem open. Zo, kijk, dat hebben we hier een heel deel ook weer. Weer een attractie. Ik denk dat we meer of dit niet meer gaan kunnen plaatsen. Of zijn we nog iets klein kunnen plaatsen. Kijk, dan hebben we aan elke kant een Wild Mouse attractie. Zo, doen we hem open. Doen we 2,50 euro. Kijk, dan hebben we aan elke kant nu dezelfde attractie staan. We hebben nog een nieuwe attractie bijgekregen. Zo, iets rustattracties, mini-helikopters. Maar hier is onze plaats niet meer voor. Dus even terug doorspoelen. Zo, je hebt er kraampjes met ballonnen. Deze gaan we ook plaatsen. Souvenirkraampje. Oké, we zijn er dus bijna, dus we hebben het level sowieso behaald. Dat was onze beoordeling toch? Ja. Oké, al jullie klaar. Ons park is echt rendabel, ziet dat wel 30.000 euro. Dus we hebben dit parkje goed rendabel kunnen maken. En we hebben het gehaald. Kijk naar die ballonnetjes hier. Wat een feestelijk. Al die ballonnetjes. Oké. Okay. Dit een leuke video. Geef dan zeker die duim omhoog. Vergeet niet te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat je elke keer melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.